kan ik me alvast voorstellen. Zo. Grappig. Oh ja, zakje. Hier. Nee, ja, ik zie het. Op de slaapmuts. Nou, ik ben Zandkabouter Zoetel. Ja, en vandaag mag ik met Klaas Vaak mee. En daar ben ik heel blij om. Want ja, Klaas Vaak heeft 365 zandkabouters. Dus ja, meestal ben je maar één keer per jaar aan de beurt om mee te gaan. En nu is het al de tweede avond dat ik mee mag. Dus ik vind het hartstikke leuk. En Klaas Vaak komt er... Ik ben ook een kabouter. Ja, jij bent ook een kabouter. Ik zie het. Nee, jij bent met de muts. Nee, zij is Klaas Vaak. Ben je Klaas Vaak? Ja, pak je muts maar weer snel terug. Dat snap ik wel. En alle zandkabouters van Klaas Vaak hebben belangrijke taken om Klaas Vaak te helpen. Want weten jullie wat Klaas Vaak maakt? Zand. Ja, maar niet zomaar zand. Magisch slaapzand. En Klaas Vaak is de enige... Wat heerlijk wat jij bent. Ik zet even mijn karretje weg. Vind je dat goed? Heel goed, Klaas. Zo, kijk eens. Even parkeren. Ja, als u nog een krukje pakt. Ja, zo. Oh, wat gezellig. Wat leuk zeg dat jullie er allemaal zijn. Oh, u heeft ook een mooie baard, zie ik, hè? Ja. Prachtig. U bent nog aan het oefenen, hè? Ja, we proberen het lang te Ja. Weet je wat je moet doen? Jij doet twee keer per dag niet scheren. Ja, voor het ontbijt en na het avondeten niet scheren. En dan wacht je 650 jaar. En dan... Wat heerlijk. Dat jullie er ook allemaal weer zijn. Ach, je hebt een hele leuke schuur, zo gezegd. Ja, ik zie het. Ja. Een prachtige slaapmuts. Ik had, waar is ze nou gebleven? Oh, daar. Een hele vrolijke kabouter. Ja, ik zie het. Een hele vrolijke kabouter. Die had ik onderweg gevonden. Hebben jullie een beetje een leuke dag gehad vandaag? Ja. Ja? Zijn jullie naar de Efteling geweest? Ja. Oh, wat heerlijk. Wij gingen naar Lokiakantjes. Waar ging ik naar kijken? Wij gaan in de nacht. Dat dan moet je echt wel dubbel durven. Ja, dat zou ik. Zo. Ja, ik kan helaas niet in de nacht naar de Efteling. Nee. Want in de nacht dan vlieg ik op de rug van mijn trouwe uil. Vlieg ik over de hele wereld om jullie allemaal mooie dromen te geven. En dat doe ik met mijn magisch slaap. Ja. En dat zand, dat zoeken en vinden mijn zandkabouters. Ja, we hebben er een neus voor op Klaas Vaak. Ja, en dit, hè? Dit? Nou, zeg maar even zelf in de bed. Of had je het al gezegd? Ja, ik had mijn naam al wel gezegd, Klaas Vaak. Ja. Dit is Zandkabouter Zoesel. Ja. En Zandkabouter Zoesel is één van de 365 zandkabouters. Die mij dus helpen met het zoeken en het vinden van het zand. Ja. En in de bovenste torenkamer van mijn zandkasteel, hebben jullie mijn zandkasteel gezien? Ja. Daar ma-
het magische slaapcentrum. Oh. En Soesel, die werkt helemaal beneden. Ja, in de zanddrogerij. Ja, ik vertelde net, dat vaak net weer geregeld. Ja. Ik zal vannacht alweer aan de slag moeten. Ik denk het wel. Om zand te drogen. Ja. Op de grote vloeistenen. Ja, daar werkt Zandkabouter Soesel. Ja. Want ik kan natuurlijk niet van nat zand, dat helemaal nat geregend is, kan ik geen magisch slaapzand maken. Nee. Je zegt altijd, ik ga niet met bollen gooien. Nee. Dat worden hele... rare dromen. Ja, dat worden hele... Dat willen we niet. Nee. En gekke, jullie willen toch alleen maar mooie dromen? Ja. Mooie dromen. Alleen maar mooie dromen. Ja, over rare dromen gesproken, sowieso. Mm-hmm. Nou, je er toch over begint. Ja. Er is me iets overkomen. Pas geleden. Ja. En dat zou ik graag aan iedereen eens vertellen. Ja. Snap ik Klaas vaak? Zal ik het verhaal vertellen van de rare droom? Ja. En dan moet je weten, het is soms een heel klein beetje eng, maar in de Efteling loopt altijd alles goed af. Goed om te weten. Ja, komt altijd goed. Vanuit mijn zandkasteel over bosrijden. Mm-hmm. En ik strooide mijn magisch slaapzand over al jullie huisjes. En toen vloog ik door naar de Efteling. Mm-hmm. Ja. Want in het Sprookjesbos wonen Sprookjesbosbewoners. Ja. Die ook mooie dromen wilden. Tuurlijk. Ja. En toen ik daar aankwam, Soesel. Ja. Toen ontdekte ik iets heel vreemds. Alle Sprookjesbosbewoners hadden rare dromen. Rare dromen? Ja. Wat dan? Roodkapje bijvoorbeeld. Ja. Roodkapje die lag in haar bedje. Maar ze lag te woelen en te draaien en te murmelen. Ik kon er niks van verstaan. Nee. En ze droomde. Ze droomde dat ze wolvenoren had. Auw! Ja. Dat was heel raar, Klaas. Heel raar. En Hans en Grietje, Hans en Grietje, die droomden dat het snoephuisje niet van snoep was. Niet van snoep? Maar van rauwe groenten. Huh? Ja, zo'n dak van uierschillen. Uierschillen? Ja, en de kozijnen, die waren van rabarber. Dat was heel zuur. En de deurbel was een spruitje. Spruitje was echt heel raar. Raar, hè? Heel anders dan pannenkoeken en zo. Ja. Dus ik wilde wel weten wat er nu precies aan de hand was. Ja. Dus ik landde zo, ik liet Koehoe zo landen bij het bedje van Roodkapje. Ja. En ik keek en toen zag ik dat op haar kussen, daar lag zwart. Zand. Zwart zand. Zwart zand. Maar Klaas Vaak, u heeft toch geen zwart zand? Nee! Dus ik veegde een heel klein beetje van dat zand op. Ja. En moet je eens kijken, Soesel. Kijk eens goed. Wat? Huh? Klaas Vaak? Ja. Kijk! Tussen die zwarte korreltjes zit. Magisch slaapzand. Hè? Hoe kan dat nou? Hoe komt mijn magisch slaapzand tussen dat zwarte zand? Dat is heel raar, Klaas Vaak. Ik vroeg het aan Korrel. Oh, een nieuwe hoofd zandkabouter. Ja, ik heb sinds kort een nieuwe zandkabouter. Ja. En die moet nog heel veel leren. Ja. Dus ik vroeg aan Korrel. Korrel, wat doe jij met de lege zandzakken? Wat doe je daarmee? Oh, als het zand... Ja, als en wat deed hij? Weet je wat hij als zei? Als het goed is, van naar beneden brengen, opvouwen in het lege zandzakkenkastje. Nee. Weet je wat Korrel zei? Nee. Moet je opletten. Ja? Korrel die zei... Nou, Klaas Vaak,
als de zandzakken leeg zijn, ja? dan vouw ik ze op. Ja, en dan gooi ik ze uit het raam. Hé? Wat? Ja, dat zei hij. Uit het raam? Ja. Ja, klaar, vaak was ook heel gek. Ja. Dus ik zeg altijd tegen mijn zandbewoner: nooit met zandzakken gooien. Niet met de volle, ook niet met de lege. Nee. Dus ze lagen allemaal buiten het raam. Ja, hij had ze weggegooid, want hij dacht, Klaas vaak gebruiken ze niet meer. Maar wij gebruiken ze altijd weer opnieuw. Tuurlijk. Nou, ik ging beneden het zandkasteel. Ja. Ging ik kijken waar die zandzak lagen. Ja. En wat denk je? Nou, niet. De hele berg? Niks. Heerlijk. Geen zandzak te zien. Alles was weg. Klaas Vaak, dit verhaal wordt steeds raar. Raar, hè? Ja. Weet je wat ik wel zag, zo? Nee. Ik zag een zwarte kat die aangeslopen kwam, een zandzak riste en ermee wegrende. Van wie is die kat dan? Dat was de kat van Noxana. Noxana? Ja. Dat is toch een heks? Noxana is de allergemeenste heks van het Sprookjesbos. Oh jee. Ja. En Noxana die wil maar één ding. Die wil mijn zandkasteel inpikken. Dat wil ze. En daar gebruikt ze dat zwarte zand voor. Hoe dan? Dan pakt ze dat zwarte zand. Ja. Dat strooide ze over de bedjes van de Sprookjesbosbewoners. Ja. Die kregen daar rare dromen van. Klaas vaak. Rare dromen krijgen. Je kan toch alleen maar dromen met magisch slaapzand? Ja. Oh, wacht. Precies. In die zakken zaten natuurlijk nog een paar korreltjes. Noxana die wist dat er in de zandzakken die korrel uit het raam had gegooid, ja, altijd nog een paar korreltjes magisch slaapzand. Ja. Nou, dat vermengde ze met haar zwarte zand. En dat strooide ze op die bedjes van die sprookjes. En daarom kregen ze rare dromen. En toen dachten die sprookjesbosbewoners, ja, dat ik ze die rare dromen had gegeven. Oh nee, maar Klaas ik... vaak. Je maakt altijd alleen maar mooie dromen. Ja. Dus ik moest iets doen. Ja, dan vaak die rare dromen moet je stoppen. Ik moest ingrijpen, zo. Ja, natuurlijk. Wat heb je gedaan? Juist, ga ik je vertellen. Op een dag, hè? Ja. Op een dag, ja, heb ik zelf, ja, een zandzak uit het raam gegooid. Ja. Zonder magisch slaapzand. Uiteraard. En dat deed ik om die kat te lokken. Want ik wilde graag weten waar Noxana woont. Wauw! De kat die kwam. Wauw! En heel voorzichtig sloop ik achter de zwarte kat aan. En ik kwam terecht in het donkerste gedeelte van het Sprookjesbos. Sprookjes. Wat dapper van u, Klaas vaak. En daar. Ja? Daar zag ik Noxana. Oh! Noxana die zag mij. Oh jee. Ja, ze lachte heel gemeen. Oh oh. Ze pakte haar toverstaf. Ja? En voor, in haar grot, ja, lag een hele berg met zwart zand. Zand van die rare dromen. Ja, en toen ze die toverspreuk uitsprak, toen vloep. Wat vloep? Ze toverde die hele berg met zwart zand om mij heen. Klaas vaak, nee, ik vind het nu een beetje te spannend worden. U moet maar... Dat gaat niet, Soesel. Nee, maar in... Het gaat niet. Ik zit vast in die berg met zwart zand. Maar Klaas vaak... Ik kan geen vinger meer bewegen. Hoe heeft u dat dan opgelost? Weet het niet meer. Weet het niet meer? Nee, ik moet heel diep nadenken. Ja. Kom, het kwam goed. Hoe kwam het? Oh ja. Ja? Ik ging mijn allerslaperigste slaapliedje zingen. Droom je wel of droom je niet? Is het waar wat je ziet? Wie strooit aan? Fluister.
Zuster Sjaak, magisch zal door de nacht. En toen? Het werkt. Wat? Noxana begon te gapen. En ze viel in slaap. Oh, gelukkig. Ja. Daar kom dan maar mee. Het gaat niet. Ik zit nog vast in die berg met zwart zand. Waarom bent u er uitgekomen? Ja, ik vroeg aan Korrel een of andere toverspreuk, maar Korrel is pas nieuw. Hij kent die toverspreuken allemaal nog niet. En ik kon het niet opzoeken. Ik kon mijn handen niet bewegen. Misschien als we samen eens iets proberen. Kaaswaar, als wij nou heel hard blazen. Blazen? Ja. Oh, denk je dat dat lukt? We kunnen het altijd proberen. Willen jullie al meehelpen? Ja. Ik tel tot drie en dan blazen we heel hard in de richting van Kaaswaar. Goed? 1, 2, 3. Nee, wacht even. Ik zie al een beetje bewegen. Suzo? Ja? Daar staat een meneer, daarachter helemaal. En die blaast niet mee. Ja, ik denk wel dat we met z'n allen moeten blazen. Ja. Nog een keertje. 1, 2, 3. Nog bijna. Het is allemaal een beetje los. Ja, ja, één ja, keer. Ja, vier benen nog. 1, 2, 3. Die blaast niet. Ja! Ah. Ja, hier. Oh, gelukkig. Zo. Soesel. Ja. Wegwezen. Ja, nee, oh, dat is graag. Ja. Maar als we nu weggaan, ja, kan Sana dan niet gewoon doorgaan met dat zand? Hoe ja? Met die nare dromen, dat willen we niet. Even denken. Ja? Oh. Ze slaapt nog steeds. Mm-hmm. We mogen Noxana niet wakker maken. Op mijn tenen sloop ik terug naar Noxana. Ik pakte haar toverstaf. En toen ik die had, ja? Krak! Brak ik hem in twee stukken. Hup! Hup, zak heen. Ja. Hup, zak heen. Ja. Oh, Klaas, wacht. Wat een opluchting. Nou kan ze niet meer toveren. Nou kan ze niemand meer rare dromen. Gelukkig. En iedereen krijgt alleen maar mooie dromen. Want dat willen jullie. Klaas, goed hè, dat het goed afgerond is. Klaas, graag. Jullie willen vanavond toch ook allemaal een mooie droom? Ja! Natuurlijk! Luister. Dat gaat als volgt. Hebben jullie allemaal je slaapmutsjes gevonden? Ja! In het huis. Eentje. Ja, daar zit er al eentje. Ja. Nou, als je nou vanavond, hè? Ja. Als je naar bed gaat. Ja. Als je vanavond naar bed gaat, hè? Dan ga je tanden poetsen. Ja. Trek je je pyjama aan. Ja. Ja. En dan ga je in je bedje liggen. Ja. En als je in je bedje ligt, zet je je slaapmutsje op. Oh. Dan doe je je ogen dicht, ja, maar dan ga je nog niet slapen. Oeh, dat is best moeilijk, denk ik. Nee, ja. Is dat ja, een idee, ja, hè? Ja, ja. Zullen wij even oefenen dan? Oh, dat is slim. Doe maar eens net alsof je gaat slapen. Ga maar liggen. Ja, maar. Ja, joh, kan je. Ja. 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 Ja, zo kan het doen. Ja. Ja. Jij hebt een heel mooi bedje. Ja, heel gelukkig. Oké. Nou. Oh ja, ga jij maar aan die kant. Nu. Ja. Doe je je ogen dicht. Ja, plaats. En ga je denken aan wat je zou willen dromen, je lievelingsdromen. Mag het alles zijn, papa? Ja, je mag alles dromen wat je wil. Alles. Dan ga je het gewoon voor je zien. Ja, dat ga je voor je zien, ja. Oh, mooi. Zie je het al een beetje? Ja. Papa en mama zo? Ja. Oké, als het maantje dan schijnt, dan stap ik op de rug van mijn trouwe Earl Oeran. Oehoe. Ja. En dan pak ik mijn flesje met magisch slaapzand. En dat strooi ik zo over jullie bedjes heen. En dan krijg jij de droom die jij je hebt gewenst. Alle lichtjes uit, maar één hand op de bank. De maan schijnt al
zon ligt in de nacht. Droom je mooiste droom in de maneschijn. Net zoals de maan zal ik er voor jou zijn. En voor straks slaap zacht. Goeienacht. Welterusten en veel plezier in de Efteling. Tot morgen allemaal.